niet slapen. Fucking ouders. Je ziet dingen dat ik niet zijn. Ik ben 20 jaar, Connie. Ik weet wat ik doe. Ik weet wat ik heb gezien. Ik weet wat ik heb gezien. Ik weet wat ik heb gezien. Ik voel me prima. Ik weet wat ik heb gezien. Waarom zegt Chance dat ze niet meer weet wat ze heeft gezien? En wat de fuck deed Poels in het moeras eigenlijk? Waarom wil hij niet dat ik deze documentaire maak? Ik vertrouw hem niet. Ik weet wat ik heb gezien. Als jij nou teruggekomen was, dan was het nooit gebeurd. Fucking bitch! Lieverd, je ziet dingen die er niet zijn. Komt even niet zo goed uit nu. Ik ben in het moeras geweest en ik weet dat je de waarheid spreekt. Ineke, hoor je wel wat ik zeg? Ik heb gezien wat jij hebt gezien. Maar niemand gelooft me. Hier, kijk hier eens naar. Dit is hem. Kan je gaan? Ik ben moe. Ja, maar mag ik misschien voordat ik wegga nog een glaasje water? Vooruit dan. Je moet gaan. Met Lies, ik ben er niet. Spreek iets in na de piep. Hey Boele, met mij. Ik bel je omdat ik denk dat ik achter iets heel erg belangrijks ben gekomen over Schra. En ik ben benieuwd of jij ook nieuws hebt. Oké, bel me alsjeblieft zo snel mogelijk terug als je dit hoort. Oké, Chance. De avond dat Heise verdween. Ja? Werd er toen drugs gebruikt? Nee, joh. Chance, even eerlijk. Oké, ja. Oké, en wie had dat meegenomen? Wie denk je? Heise. Wie anders? Ja, maar weet je dat zeker? Maar hoezo? Wat bedoel je dan? Nou, kijk, ik was net bij Ineke en ik denk dat iemand haar drugs geeft. Ik denk dat dat Schra is. Heb je daar bewijs voor? Nou, je kan niet zomaar iedereen gaan beschuldigen, hè? Ja, maar ik zag dus dat Schra een envelopje afleverde bij Ineke. Oké, een envelopje. En wat zat daar dan in? Ik weet niet wat daar precies in zat, maar ik denk dat je dat wel kan raden. Nou, waar loop je dan te roeptoeteren? Chance, Schra is niet wie die lijkt. Schra houdt Ineke onder de duim en Poels heeft met mijn tapes gerotzooid. Die hele familie, dat is echt geen zuivere koffie, hoor. Nou, doe nou even rustig. Jij weet helemaal niks. Je bent hier 5 jaar niet geweest. Je kent Poels niet eens. Spielberg, flikker op! Kappen met die onzin! Oh, waarom word je nou zo boos de hele tijd? Wat een fucking afspraak! Blijf van mijn kamer af, mijn gol! Wat deed jij in de moeraspoels? Hoe wist je dat we daar waren? Hoe ik dat wist? Heb je wel eens gehoord van Find My iPhone? He? Ik was daar om mijn vriendin naar het ziekenhuis te brengen. Het gaat alleen maar om die film van jou. De rest hier kan je niks schelen. Chance niet, de opa van Appie niet en hij zal helemaal niet. Ons, kom alsjeblieft. Dus zet dat ding nu uit. Jouw vader leidde toch de zoek op mijn huis, hè? Wat insinueer jij? Nou, ik zag je vader bij Ineke. Weet jij toevallig wat hij dat deed? Hé jongens, had er iemand een biertje? Ik blijf godverdomme van mijn camera af, man! Wat kom jij hier eigenlijk doen? Poels. Heb je de kijkertjes eigenlijk wel verteld waarom jij zo lang bent weg geweest? Hè, weten zij eigenlijk wel wat voor nutcase jij bent? Liefje, hou eens op. Ja, 5 jaar geleden ging alles mis wat er mis kon gaan. Hijsen, verdriet, verwarring. Ik kon dat toen helemaal niet aan. En toen ben ik ingestort en opgenomen. Dus dat is waarschijnlijk wat Poels bedoelt met het woordje nutcase. Het is trouwens ook een familiedingetje, want mijn moeder had het ook. Maar weet je, het gaat eigenlijk echt heel erg goed met me.
En Poels weet het. Poels weet het donders goed. En alsnog wilde iedereen wijsmaken dat ik gek ben. Chans vooral. Dat deugt iets niet aan Poels. En ik ga uitvinden wat. Met Lies, ik ben er niet. Spreek iets in na de piep. Ja, Boele, waar ben je nou? Ik had je gebeld. Bel me zo snel mogelijk terug. Holy shit, daar is hij. Oké. Wat ga je doen, Poels? In middernacht. Wat ga je doen? Waar ga je heen? Ik ben er niet. Spreek iets in na de piep.